ben Carlijn, de schippersvrouw. Ik werk op een boot en samen met Frans, de schipper, of de kapitein eigenlijk. En wij werken op een garnalenboot en wij hebben daar verschillende functies. Dus wij gaan ook garnalen vangen. Maar voor dag en dauw varen wij uit voor een heel belangrijke taak. En dan gaan we de zon wakker zingen. Hallo, ik ben Thay en ik heb vannacht de nacht van mijn leven gehad omdat ik de zon heb gaan oproepen. Elke dag komen hier kindjes aan en soms zijn dat er twee, een broertje en een zusje, soms eentje. Kinderen die veel duisternis en donkerte hebben meegemaakt, die geweldig pijn hebben gehad door een verlies van hun moeder of hun vader of een zusje. Soms een oma en een zusje tegelijkertijd verloren hebben in een verkeersongeluk. En die komen met de veerboot over, samen met Frans. Ik ben hier, ik wacht ze op. En zij weten van niks. Zij weten helemaal niet wat er gaat gebeuren. Er stonden twee meisjes klaar daar om een beetje te uitleg te geven en de steen te geven. En de steen moest ik weet niet hoeveel zorgen voor te laten opladen in de zon. En in de nacht maakt hij dan licht. En dan gaan ze slapen. Wij gaan ook door. Wij komen 's morgens vroeg terug. We werden wakker ongeveer 30 en we hebben dit jasje aangedaan, ik en mama. En we zijn dan op de boot gestapt en dan zijn we aan varen langs daar. En het duurde wel een tijdje voordat we bij de zon waren. Toen als we de zon gingen opdoen, toen zongen we een liedje van zing, zon, zing, zon, zing, zon. Zing, zing. Zon, zing, zon, zing mijn kind zo zoemt de zee. Ik voor jou en jij voor mij, zon, zing met ons mee. Heel zachtjes op, we hebben wel vier keer moeten zingen voordat de zon helemaal op was. Ik had er een beetje een beeld van, maar hoe schoon de zon zou zijn met de hulp van die kinderen, had ik me eigenlijk compleet niet kunnen inbeelden. Dat is zo magisch, die zon is zo deel van het leven. Maar het is echt een wonder als je die einder ziet en dat water en dan ineens je krijgt dat ochtendgloren, die geweldige roze of rode gloed en dan ineens knats, dat licht dat er is. Ik voelde me blij en ik voelde het leuk van binnen dat ik dat had gedaan en mama had geholpen en dat was great new chill. Ik denk dat mama en ik nu meer van elkaar houden omdat we deze boottocht hebben gedaan. En het was weet niet hoe mooi en de zon schijnt nog steeds heel hard. En zo meteen komen er een broer en een zus naar hier en ik moet die steen nu geven aan hun. Dan is het hun verantwoordelijkheid dat zij de steen van zon. Ik vind dat ongelooflijk om mee te maken. Ik ben daar echt, ik kan over niets anders niet meer spreken of denken. Dat is zo, ja, het is iets fantastisch.